Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Bij THVV en Aarlanderveen zo te zien geen angst voor het coronavirus. Want ondanks het advies van de KNVB om de handshakes te mijden, trekken ze zich daar hier in Ter Aar niks van aan. En de toon wordt ook gelijk gezet met dit spandoek: Ome Pluto maar betalen en Aarlanderveen maar falen. Verwijzend naar de hoofdsponsor van Aarlanderveen, die ervoor zorgt dat de randvoorwaarden rondom het eerste elftal optimaal zijn. Ja, en ook het nieuws van afgelopen week bij Aarlanderveen, dat Aziz El Bourazati, Fari Margoum en Reo Waandos alle drie per direct zijn gestopt. Ze zouden aan het einde van dit seizoen al vertrekken, maar omdat hun trainingsopkomst sinds het nieuws dat Arjen Lintstra stopt aan het einde van het seizoen als trainer van Aarlanderveen ondermaats is, zijn ze volgens het bestuur van Aarlanderveen weggestuurd. Hoekschop voor Aarlanderveen. Spelend in het groene shirt krijgt hier de eerste kans van de wedstrijd via Poeldijk. Maar hij schiet de bal hoog over het doel. 7 punten is het verschil tussen THVV, de nummer 1 van de ranglijst in de derde klasse A, en Aarlanderveen, de nummer 2 van de ranglijst in diezelfde derde klasse A. Hier de thuisploeg met een flinke kans van de neut ziet zijn inzet gekraakt worden. Dan wil Aarlanderveen nog meedoen om het kampioenschap. Ben je geneigd te zeggen dat er gewonnen moet worden deze middag? Maar hier een hele grote kans voor THVV. Wordt gemist door Boddeke. Veel publiek aanwezig bij deze topper. Eveneens een derby uiteraard. Ter Aar en Aarlanderveen. Dat ligt niet zo ver bij elkaar vandaan. Als hier de bal net aan naast geschoten wordt door THVV, had Van der Hout nog wel wat meer uit kunnen halen. Du Châtinier, evenals Valentijn Oudijk. Twee spelers die afgelopen week te kennen hebben gegeven ook volgend seizoen te gaan voetballen voor Aarlanderveen. Die in Kilian Bouwhuis inmiddels een nieuwe spits voor het volgende seizoen hebben gevonden. Poelwijk ziet zijn inzet hier gekeerd worden door Pietersen, de keeper van THVV. Zo is de ruststand 0-0. Met het Aarkanaal op de achtergrond. Tweede helft. Kans voor THVV hier in de maak, maar overgeschoten door Van der Neut. Had iets beter het hoofd moeten bewaren, had hij beter kunnen afdrukken. En dan was het gevaarlijker geweest dan nu. Maiko de Châtinier. Verre bal naar voren. Doorgekopt door Poeldijk. Gimelius met de kans. Gimelius met de kans. Gimelius met de kans. Heeft eigenlijk net iets te veel tijd nodig. En dan kan Pietersen redding brengen. Ziet ook Gerald van der Klok daar links in beeld. Is afgelopen donderdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Aarlanderveen voor volgend seizoen. Heeft even een onderrondje met de voorzitter van de Veners, Leo de Jong. Gimelius. Is dan eindelijk zijn tegenstander voorbij. De voorzet en de kopbal van Poelwijk. Maar de zeer goede redding van Pietersen. Staat op de goede plek, krijgt de bal recht tegen zich aangekopt. En kan hem dan uiteindelijk overtikken. De kans op de 0-1 was dat voor Aarlanderveen. Die dan even later alsnog valt, maar hinderen van de keeper door Cemlali. Dus de scheidsrechter keurt dit doelpunt niet goed. En zo gaat de topper in de derde klasse A tussen THVV en Aarlanderveen in 0-0 eindigen. Blijft het verschil tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst 7 punten in het nadeel van dit Aarlanderveen. 0-0, dat is op zich geen slecht resultaat, alleen je schiet er heel weinig mee op. Nou, of je er heel weinig mee opschiet, dat zullen we over een paar weken zien. De competitie is nog lang, nog 8 wedstrijden. En goed, als je niet lukt om te winnen, moet je zorgen dat je in ieder geval niet verliest. En dat hebben we goed gedaan. Ik denk wel dat je mag stellen dat THVV het na de winterstop wat moeizamer heeft om tegenstanders de wil op te leggen. Ja, zeker. Meer gezegd, aanvallend is het wat te statisch. Ja, en dan kan je niet het verschil maken. We missen toch wel de aanvallende de creativiteit door blessures. Ja, en dat maakt ons heel erg statisch en dan ben je ook wat makkelijker te verdedigen. De titelkoers is nog niet gelopen, want je wilt blijven aanjagen. Waar is dan THVV uiteindelijk, waar liggen de zwakkere punten waardoor jullie hem nog dichterbij kunnen komen? Nou goed, volgens mij gaat Mitchell van Wijk nu weg en die is toch wel heel erg belangrijk daar. Lars van der Pijl bedoel je? Lars van der Pijl, ja. Die, inderdaad. Maar dat is toch wel een hele belangrijke aderlating die ze loslaten. En ook hier bij THVV speelt het een en ander met jongens die gaan stoppen en doen. Dus we gaan kijken of we die competitie nog spannend gaan krijgen. Voorlopig ondanks de 0-0 niks aan de hand en THVV gewoon op titelkoers. Die conclusie mogen we nog steeds trekken. Ja, nee goed. Dat is ook ons enigste doel, hè, om deze voorsprong te behouden. We krijgen weinig goals tegen, dus dat geeft wel genoeg vertrouwen in ieder geval. Onze doelstelling vooraf aan dit seizoen was zo snel mogelijk veilig. Nou, dat hebben we gehaald.
Ik had zelf al gezegd, we willen zo hoog mogelijk in het linkerrijtje proberen te eindigen. Nou, we doen nog steeds mee om de bovenste plaatsen. En ik denk dat we nu ons vol moeten richten op de groep die we nog hebben op de eerste drie plekken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.